eindelijk weer een vlog. Zoals jullie misschien al wisten, aangezien ik het op Twitter had gezet, is het vanaf nu een maandvlog in plaats van een weekvlog. Want anders heb ik echt te weinig tijd om alle andere BookTube-video's erop te zetten. En ik neem jullie nu mee naar een boekpresentatie van Anneke Strasters. En ik laat jullie de rest straks wel zien. Ik heb hier een heel bijzonder mens voor me. Er komt nog veel meer kijken als je een boekje maakt. Of een boek, hè? We moeten een boek zeggen, hè? Nou, het is een boek. Een boek. En dat is de vormgeving van het boek. En daar staat Siska voor aan de lat. Siska, wil jij naar boven komen? Nou, deze drie dames hebben gezorgd dat het mogelijk is. En voordat we überhaupt met het officiële verder aan het beelden beginnen. Dames. Mijn kanjers zijn dit, echt waar. Dat had ik zonder die twee had een boekje uitgekomen, simpel. Nou, wat moeten we nog meer zeggen? Dankjewel en fijn dat jullie er zijn. Een heel erg applaus voor deze dames. Ik ben terug van de boekpresentatie en we kregen allemaal zeg maar het boekje mee, Bolle Arie. En ik zal hem verder ook nog in de boekhal laten zien en dan vertellen waar het over gaat. Maar het is echt super mooi geworden. En ook kregen we allemaal deze button. En dan zie je hier dus dat Bolle Arie mager is geworden. Dat is wat uiteindelijk de bedoeling is. Dat staat ook allemaal nog in de boekhal en dat komt nog later. Maar dat was een hele leuke boekpresentatie, heel interessant ook. En ik ga nu eten en ik denk mijn camera opladen. Ik zie het nummer 55 minuten op staan. Andere beelden ga ik nog even importeren. En dan ga ik dit boek uitlezen. Wacht, ik moet het even bijpakken. Rebel, daar gaan mijn beentjes. Rebel in de woestijn, dat boek moet ik uitlezen. En dat wilde ik nog even doen voordat Idols begint. Want in Idols doet een oude vriend van mij mee, Jeffrey Sabeel. Dus ik wil echt heel graag kijken en ik heb speciaal chips gehaald. Om in mijn eentje, ja, met Cosmo dan Idols te kijken, ja. Dus. Yum, pasta aioli. Het is vandaag zondag 29 mei en ik ga zo meteen naar het tuinfeestje van Thomas Oldeheuvelt. En dat is eigenlijk om het internationale succes van Hex te vieren. En dat is natuurlijk echt mega tof, want het is nu een Engelse versie en een Amerikaanse versie van Hex uit. En dan ga ik met mijn ouders en met Alex naartoe. En ik ga daar niet veel filmen, want het is gewoon, ja, het is best wel een exclusief feestje. Dus ik wil niet veel van persoonlijke beelden laten zien. Maar in ieder geval een heel klein beetje iets van de sfeer. En dan heb ik jullie toch een heel klein beetje meegenomen. En dan zie ik jullie daarna weer. Ik wil me graag richten tot iemand waarvan de wilskracht, talenten, gedrevenheid, maar ook strubbelingen van heel dichtbij heb meegemaakt. Iemand die ik zie groeien in zijn carrière. En steeds beter een draai weet te vinden in de wijde wereld. Ondanks al die grote dingen die op dit moment jij aan het doen bent en over de grenzen aan het gaan bent, heb je nooit de druk om iets aan mij te doen. Oh. Dus ik zou heel graag een heel groot applaus willen voor mij. Thomas Oldeheuvelt. Dankjewel. Ik ben heel erg dankbaar zelf ook om hier te zijn met jullie allemaal. Niet alleen met jullie twee, maar ook met jullie allemaal. Mijn vrienden, familie, collega's, vrienden van vrienden. En dat is wel bijzonder. Meestal als ik een praatje hou voor het publiek, dan vertel ik vaak een verhaal dat veel van jullie hier kennen, omdat veel van jullie ook mij hebben zien opgroeien en hebben meegemaakt van het eerste boek af en van de grond af. Een verhaal dat ik als jongetje van 12 in de boekhandel stond, in Dekker van de Vecht, die zat toen nog klein 44 in Nijmegen. En dat ik daar voor al die schappen met romans van Stephen King stond en toen voor me nam voor mijn doelstelde, daar wil ik zelf ook liggen. Hex, mijn laatste boek, dat gaat erg goed. Het is vertaald nu in het Engels. De Engelse editie hebben we hier ook liggen. Het is vorige maand verschenen in Amerika. En het is ontzettend bijzonder om te zien van vroeger schreef de brug over me hier in Nijmegen en schreef de Gelderlander over me in Nijmegen. En nu staat er denk ik in The Guardian of in The Independent, weet je wel, krijg je recensies. En dat is wel een mooi gevoel geeft dat. En dan breng je toch een stapje dichterbij naar dat doel waar ik als 12-jarig jongetje bij zat van Stephen King, weet je wel, van om dat te bereiken. Ik was dat jongetje dat vroeger een model van KLM kreeg en dat helemaal in elkaar
lijmde en dat helemaal mooi ging verven en schilderen. En daarna met een hamer kapot sloeg en de randjes verbrandde en zo de pressie met de brief nabouwde. Dat jongetje dat met zijn Playmobil poppetjes een Maya-tempel nabouwde en een mensenoffer bracht van Playmobil poppetjes. Dat was mijn liefhebberij nou eenmaal, dat deed ik. En dat is ook in mijn boek. Ik vind het een beetje gevoel van de Vidaan en zo. Hè? Maar het is leuk van de andere kant op gegaan. We waren een paar weken geleden in Italië op vakantie. En toen waren wij een beetje van echt even slechte vakantie. Want het boek was net uit. Ik was net naar Londen geweest. En ik spoke een paar experimenten te leren. En we waren net in Italië op vakantie. En we dachten dat we weg gingen bij het huisje waar we zaten. Zou ik heel vroeg opstaan, een uur of vijf, want ik moest heel lang rijden naar een ander deel van Italië. En het was net licht en ik had opgestaan en hij lag nog te slapen. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe en zei ik van ja, we kunnen een smsje krijgen dat ik die Facebook niet ga checken. Bij Facebook checken. En wat bleek inderdaad, toen had dus niemand minder dan Stephen King het boek gelezen en op Twitter erover geschreven. Dat hij het briljant vond. En omdat van hem uit te horen. Dat was dat in de wedding. Tot een loon. Paul. En ik wil jou. Ceremonieel daarom even het allereerste exemplaar van de Amerikaanse editie van Hex. We hebben de Britse daar ook liggen. Dit is de Amerikaanse editie van Hex. Uitreiken, omdat jij me dus ontzettend veel plezier hebt beleefd met al je verhalen. Ik was ook van de generatie Gieseldus, toen iets van 25 jaar oud dit jaar. Dus, ik ben al 32, dus ik was 17 toen je dat kon. Weet je te jong, maar precies. Ja. En vandaar dus vanavond dat ik jou vraag deze allereerste opspraak van de Amerikaanse Joel van der Kamp. Het is vandaag maandag 30 mei, geloof ik. Ja, 30 mei. Gisteren was dus het tuinfeest van Thomas en David. En ik vond het echt heel erg bijzonder om daarbij te mogen zijn. Ik vond het heel leuk dat we uitgenodigd waren. En ja, ik geloof dat Thomas en David wel zo'n beetje de liefste personen zijn die ik ooit ontmoet heb. En die ken ik eigenlijk ook allebei gewoon via Facebook. En dat je daar dan toch zo'n band mee kan krijgen, vind ik altijd wel heel bijzonder. Ik ga nu dus werken. Ik heb twee spoedopdrachten die woensdag op de post moeten. Dus die moet ik afmaken. Of eentje wil ik eigenlijk al morgen op de post doen. Ik wil de twee boekenpakketjes in gaan pakken voor de twee winnaressen van de winactie. En wat ga ik nog meer doen? Oh ja, ik ga natuurlijk ook de workshop voorbereiden voor aanstaande woensdag. Want dan ga ik dus een workshop geven op de VU van Amsterdam. Als jullie deze vlog zien, heb ik het dus al lang gedaan. Dus... Ja, het is hier echt een ongelofelijke zooi. Hier zie je nog de resten van de boekhaal die ik op heb genomen. Al een klein stapje gemaakt voor de wrap-up. Mijn werk, want ik kan zo niet eens werken, dus ik moet eerst deze boeken opruimen. Verpakkingsmateriaal, dingetjes, boekelijk aanleesbeffer, recensie. Mijn laptop ligt er tussendoor. Ik bedoel, het is echt een zoontje. Mijn statief staat er nog. En dan hier de dozen, maar dat heb ik nog gelijk laten zien. Dit zijn bijvoorbeeld de dozen, heb ik er 25 van gekocht. Om de pakketjes in te doen, de boeken en zo. Wrapping paper, dus nou, we noemen de Nederlands natuurlijk gewoon inpakpapier. Dit zijn van die, hoe noem je dat nou? Bubbeltjes, jezus, hoe heet dat nou? Nou, luchtkussenfolie, zou ik het ook noemen, maar ik weet het, bubble wrap. Volgens mij is het bubble wrap inderdaad. En dan heb ik hier, moet ik even langs mijn statief, allemaal spulletjes die ik ook gebruik voor het inpakken. Hier glittertape, of ik gebruik de shiny tape. Deze button van Bolle Arie hoort er natuurlijk niet bij. Die hou ik zelf. En deze stickers wil ik gebruiken. Ik heb hier confetti. En ah, dit is nog, ja, dit kan ik gewoon nog een keertje gebruiken. En hierin zitten leuke goodies. Die ook met de boekenpakketjes meegaan. En ik heb hier ergens anders ook nog goodies liggen. Maar, oh, er zal in dit zakje in het tasje zijn. Boeken Proud of weet ik veel. Een poster van Ransom Riggs. Die ga ik ook nog een keer verloten. Ja, dus die pakketjes ga ik straks inpakken. Ik zal het eventjes weer allemaal zo erop leggen. Hup. Dat hebben wij nu nog niet nodig. Eerst ga ik dit opruimen, zodat ik überhaupt kan werken. Nou, het is niet perfect. Maar ik kan in ieder geval weer bij mijn werk. Dus dat is handig. En dit hou ik eventjes apart voor de wrap-up. Ik denk dat ik die vandaag of morgen nog ga opnemen. Kunnen die boeken ook weg. En dan ga ik wat aan die boekenkast doen, want die ziet er gewoon niet uit.
En dit gaat natuurlijk straks weg. We gaan straks inpakken. Maar eerst nu eventjes 80 pagina's van dit boek van HarperCollins. Ik ben bezig met het eerste pakketje in elkaar aan te zetten, aan het knutselen. Oh, daar gaat mijn telefoon. Ik heb hier vier boeken, dus voor de eerste winnares. Hier een andere leuke goodie van SoHappy.nl. En hier, nou dan zie je dat al wat, wat kaarten. Oh ja, dit moet ik natuurlijk nog schrijven. Er gaat nog confetti bij. Ik heb hier met tape, allemaal tape, stickertjes, dingetjes. En ik ben geen inpaktalent, maar op deze manier denk ik, kan ik het een beetje verbloemen. Zo, dit zit er al eens in. Gaat dit erbij. Gaat dit er allemaal bij. En dan moet ik nog eventjes een kaart schrijven. En dan moet ik de confetti niet vergeten. En dan ga ik beginnen met pakketje 2. Het eerste pakketje is er klaar voor met confetti en al. Nu eerst eventjes eten. Nou, het kost een beetje werk zoals ik het wilde doen. Ik hoop dat deze pakketjes veilig aan gaan komen. En anders heb ik het adres ook nog eens een keertje herhaald op het karton. Voor de zekerheid. Ik ga deze mes opruimen. Dan ga ik een video editen. En wat ga ik dan doen? Oh ja, dan ga ik een recensieboek uitlezen. Het is vandaag woensdag 1 juni. En op de een of andere manier is iedere keer mijn hand hier als ik zeg het is vandaag, nou, heel raar. Ik ga een workshop geven op de VU in Amsterdam. Ik heb mijn laptop bij me waar een PowerPoint presentatie op staat. Ik heb nog nooit van mijn leven een PowerPoint presentatie gemaakt. Maar ja, dit was toch best wel makkelijk eigenlijk. En ik heb er heel veel zin in. Zo, de workshop zit erop. Echt een heel leuk groepje was dit. Ik moest een workshop geven over het schrijven van een boek, hoe ik een boek schrijf. En het was gewoon echt ja, superleuk. Dus ik ga nu weer naar huis. Ik ga even afsluiten, want ik ga naar de bioscoop met mijn moeder en mijn zusje. Naar Alice in Wonderland, Through the Looking Glass. Oh, ja, die dus. Ja, is dicht. Zo. Dus ik ga jullie gedag zeggen. En het is weer eens een donker. Vrijdag weer een nieuwe video. Binnenkort weer een nieuwe vlog. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Te abonneren en overal te volgen. En ik zie jullie weer. Doei!